Rita Verdonk verdween nog maar recent van het politieke toneel. IJzeren Rita was voer voor de cabaretiers. Maar heeft satire Rita Verdonk kapot gemaakt? Ik spreek haar in Den Haag en confronteer haar met een aantal cabaretfragmenten. Bent u eigenlijk een liefhebber van cabaret, als het genre aan zich? Ja, zeker. Ja, ja. Hoor, ik hou wel van scherpe en spitse grappen. En mensen op een bepaalde manier een spiegel voorhouden of te kijk zetten. Alleen, er zit ook wel een grens aan natuurlijk. Ik geloof niet dat jonge mensen Alzheimer konden krijgen. Tot ik Rita met dat lidmaatschap van die PSP zag staan. Die had dus eerst een half jaar verklaard, ik ben nooit lid geweest. Toen gaf iemand er een papiertje wat ze zelf had ingevuld. En toen zei ze, ja. Ja, dat is wel mijn handschrift, ja. Ja, dan moet ik het wel geweest zijn, ja. En ik zag dat ik dacht, lieverd, je bent 53. Het is nu al begonnen. Ik dacht, oh god, ze wou ooit premier worden. Dat zei ik laatst toen ik het tegenkwam. Ik zei, jij wou ooit premier worden. Ze zei, ja, heb ik dat gezegd? Deze situatie vroeg wel een beetje om een grap natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Nee, maar hier heb ik ook geen moeite mee. Je ziet me ook lachen en nee. Hoe kijkt u eigenlijk terug op die hele affaire? Want u heeft natuurlijk toen toch gelogen. Nee, ja, maar dat is namelijk het punt. Ik heb niet gelogen. Vanaf het begin van heb ik gezegd dat ik vroeger met de PSP sympathiseerde. Ja, maar dat lidmaatschap kon u zich niet herinneren. Die handtekening? Nee. Nee, dus het is echt een staaltje Korsakoff misschien wel. Een staaltje geheugenverlies, hoe je het ook noemt. Dit is Nederland. Het is niet veilig meer op onze straat. Bejaarden worden zelfs aangevallen. Afschuwelijk. Rita Verdonk maakt een promotiefilmpje voor Trots op Nederland. Daar staat de camera, hier staat Rita. Achter haar rug vindt een overval plaats. Een normaal mens draait zich om en zegt, hey. Moet dat allemaal zo? Niet Rita, die begint gewoon een verhaal op te hangen. En die zegt dan, zelfs bejaarden worden aangevallen. Wat is er mis met bejaarden? Waarom zouden normale mensen wel aangevallen mogen worden en bejaarden niet? Nou, ik vind dit een. Ik heb vergeten ook in andere dingen, situaties meegemaakt. Nou, daar was ik helemaal niet over om te spreken. Maar dit is natuurlijk gewoon een leuk omkeren van dat filmpje. Weet je wat ik ook zo vreemd vond? Dan moet u mij nog eens uitleggen. Er was een zin in en hij zei, het water staat tot aan de lippen. Hè? Maar die mensen die zaten allemaal tot hier in het water. Dus die zaten eigenlijk ver al onder het water met hun lippen. Nou, dan moet je toch eens beter kijken naar het filmpje. Nou, er zitten mensen die zijn echt helemaal onder water gewoon. Oh ja, er zal best wel iemand verder onder water geweest zijn. Maar het gaat natuurlijk om beeld. En het beeld was het water staat dus op de lippen. En dat hebben we gewoon eens letterlijk laten zien. Zeg, ik heb enorme honger. Hebben jullie iets lekkers te knabbelen? Ze hebben alleen worst hier. Hier, knoflook. Wat? Knoflook. Knoflook. Jochem, ze doet het weer. Ze doet het weer. Pak de houten spiezen. Kijk, Jochem. Ho. Nou, ik krijg nou toch een beetje het gevoel dat ik iets wat gedemoniseerd word. Nou, dan heb je het ook inderdaad over demoniseren. Ik bedoel, dat was dan ook in die tijd dat er over van die affiches hingen van reisbureau Rita, Rita bloed aan de handen. En dat ik besmeurd werd met ketchup en weet ik veel, wat allemaal. Nou, dat was gewoon hakkelig. We zijn een welvarend land, we zijn een rijk land en dan heb je dat te tonen door middel van barmhartigheid. Welvarendheid is hoe je met mensen omgaat. En niet hoe je ze als oud vuil op straat zet omdat je vindt dat ze uit je land moeten flikkeren. En ze doet het gewoon. En ik kan niet begrijpen dat Rita Verdonk uit liefde tussen twee mensen geboren is. Ik denk dat Rita Verdonk op deze aarde gekomen is door parthenogenese. Dat is dat is zoals reptielen het doen. Dat is... Nou, wil je deze uitzetten? Want hier word ik gewoon niet goed van. Nee? Hier word ik echt niet goed van. Maar waarom dan? Maar dit is zo persoonlijk. Ik bedoel, hoe ik ter wereld ben gekomen over mij als persoon. Moet je kijken hoe die erbij staat. Moet je kijken wat die zegt. Nee, dit is echt... Dit is geen cabaret meer. Dit is gewoon iemand die vanuit zijn tenen zijn eigen politieke overtuiging kwijt wil. Nou, laten we dat dan in een debat doen. En niet in een cabaretprogramma. Wat vindt u het erge daaraan? Dit gaat over mijn ouders. He, hoe ben je ter wereld gekomen? Dit gaat over... Rita Verdonk is geen mens. Ik bedoel... ik ben ook
moeder, ik heb kinderen, ik heb een partner, ik heb mensen in mijn omgeving die wel van me houden. Maar dit hoort er natuurlijk wel bij. U stond voor een heel hard beleid, wat onbarmhartig was, en daar maakt deze man zich druk over. Ik stond niet voor een hard beleid, ik stond niet voor een onbarmhartig beleid, ik stond voor een heel duidelijk beleid. In hoeverre denkt u dat de cabaret en satire uw politieke carrière wellicht beschadigd hebben? Nou, dat... Ze hebben in ieder geval het beeld van Rita Verdonk beschadigd. Dat beeld maar steeds weer wordt neergezet. Van alle kanten. Of je nou een avondje uit bent naar cabaret. Ja. Of dat je de Vrij Nederland leest, of een linkse krant leest, of een linkse actualiteitenprogramma ziet. Als je dat maar steeds doet, ja, dan gaan mensen dat natuurlijk geloven. Heeft het u ouder gemaakt, dit? Ik kan me voorstellen dat, dat de grijze haren toenemen op het moment dat dit soort dingen continu de revue passeren. Ik verf wel mijn haar sinds ik minister ben, ja. Zeker nu zijn politici een dankbaar onderwerp, omdat ze zichzelf zo ongelooflijk manifesteren en zich moeten manifesteren via de nieuwe media. En met name de televisie, dus we kunnen alles van ze zien. Hoge bomen vangen veel wind. Dus ze moeten de hele tijd maar de dingen doen voor de natie. Ja, als ze iets verkeerd doen, is het leuk om daar nog een schop na te geven. Omdat ze overdreven veel aandacht krijgen. Dat krijgen sporters ook, maar die zijn dus kennelijk minder kwetsbaar. Ze praten, ze nemen een standpunt in. Dus dan is het eenvoudig om over ze te oordelen. Zelfs bij de huidige regering ben ik het er regelmatig niet mee eens. De kans is ook vrij groot. Ja, dan is de kans dat je daar iets van kan zeggen. En dan moet je als cabaretier, ben je bijna verplicht om dat wel met enige humor te doen. Ik vind dat leuker om over de tijdgeest te hebben dan over wat er deze week is gebeurd. Dat je, volgende week is er weer wat anders. En soms gebeuren natuurlijk dingen, 9-11 of de ramp in Noorwegen. Met die, dat voel je, dat zijn dingen die dat heeft met de tijdgeest te maken en niet met de actualiteit. En dat vind ik dan wel, dat zijn wel dingen waar ik wat mee wil en wat mee doe. Maar politiek vind ik, in die zin, nee. Het is ook te saai. Mannen in met stropdassen.